Alright, goedemorgen allemaal en welkom bij de lanceringswebinar van WeGroup, of meer bepaald de lanceringswebinar van ons nieuw digitaal adviesgesprek. Ik hoop dat iedereen mij goed kan horen. Ik zou zeggen, als dat niet het geval zou zijn, als je nu mijn lippen ziet bewegen en er gebeurt niks, dan denk ik dat het misschien goed is om dat zeker in de chat te laten weten. Ik zie dat er ook wel wat mensen aan het toekomen zijn. Dat is fantastisch. Ik stel voor dat we misschien nog een enkele seconde wachten om erin te vliegen. En dan kunnen we vandaar uiteraard al het nieuws aan jullie presenteren. Alright, goed. Ik zie dat er mensen blijven te komen, maar ondertussen kunnen we er natuurlijk al aan beginnen. Het komende half uurtje, drie kwartier, neem ik jullie mee binnen het nieuw digitaal adviesgesprek van WeGroup. En ik doe dat niet alleen, want zoals jullie uiteraard kunnen zien, zit ik hier vandaag met Pieter-Jan van Allcover. Pieter-Jan, welkom en merci om tot hier te komen. Dank u wel. Ja. Misschien Pieter-Jan, voor de mensen die je niet kennen, misschien kun je jezelf kort even voorstellen. Ik ben Pieter-Jan Lefevre. Ik ben in 2010 begonnen in de verzekeringswereld als accountmanager bij AG Insurance. En op 1 januari 2016 ben ik samen met mijn vennoot Patrick Bonaris gestart als verzekeringsmakelaar. We zijn begonnen met twee mensen, Patrick en mezelf. En ondertussen zijn we een kantoor met 20 mensen door organische groei en ook door een paar overnames die we reeds gedaan hebben. Want jullie hebben recent nog een kantoor overgenomen, net toch? We hebben op 1 januari 2021, volle coronatijd, hebben we nog een grote move gedaan en hebben we nog een kantoor erbij genomen, Assurest. Ja. En daardoor zijn we gekend onder twee merknamen, Allcover en Assurest. Oké, duidelijk. Ja, Pieter-Jan is er vandaag bij ons bij, omdat we het zeer belangrijk vonden dat we tijdens de webinar ook de ervaringen kunnen delen van iemand die uiteraard makelaar is, die ook ervaring heeft met het gebruik van ons platform. Voor sommigen van jullie zal dat misschien ook wel al het geval zijn, maar voornamelijk ook om te kunnen gaan kijken, wat zijn nu de best practices? Op welke manier kunnen we nu op vandaag het WeGroup-platform Louise zo goed mogelijk gaan gebruiken en daar zoveel mogelijk gaan uithalen, natuurlijk. Ik neem er even de presentatie bij en daar starten we misschien eerst en vooral met een aantal korte praktische zaken. We werken vandaag met het Livestorm-platform. Voor de mensen die niet vertrouwd zijn met Livestorm, jullie zullen waarschijnlijk al rechtsonder in jullie scherm kunnen zien dat daar onder andere een chat en een tapje voor vragen is. Die vragen die worden door ons uiteraard bijgehouden. Dus hebben jullie tijdens de webinar een moment waarop jullie zeggen, hier wil ik even dieper op ingaan of hier heb ik een vraag over. Dan kunnen jullie dat uiteraard kwijt onder die tab vragen. Uiteraard, als jullie het in de chat zouden gaan typen, dan is dat zeker ook geen enkel probleem. En vandaar kunnen wij dan daarop gaan inspelen. Ook belangrijk misschien, mochten jullie tijdens de webinar een telefoon krijgen of bepaalde zaken niet 100% hebben meegekregen uit de presentatie hier, iedereen die de webinar bijwoont vandaag, die zal ook nadien de recording hiervan opgestuurd krijgen. Met andere woorden, jullie zullen zeker alles kunnen herbekijken indien gewenst. Nu, ik start altijd graag even met een kort verhaaltje. Een verhaaltje is misschien veel gezegd, maar eigenlijk het verhaal waar WeGroup begonnen is, voornamelijk vanuit een aantal problemen die wij zeer sterk in de markt zagen. En dat is voornamelijk eigenlijk te zien op deze plaat hier. Daar spreken we voornamelijk over de tijd van de makelaar. Wat bedoel ik daarmee? Dit zal voor veel kantoren misschien niet vreemd in de oren klinken, maar heel veel kantoren hebben slechts 40% tijd voor hun cliënteel. 40% gaat eigenlijk naar klanten, naar adviesverlening, naar contact met klanten. En meer dan de helft, middels 60%, die gaat naar andere zaken. Communicatie met maatschappijen, administratie, financieel beheer, noem maar op. Ja, ik kan misschien direct ook even naar u spelen, Pieter-Jan. Ik weet niet, als je dit ziet, klinkt dat bekend in de oren voor u? Ja, dat klinkt heel bekend in de oren, omdat wij als makelaar eigenlijk het gevoel hebben dat wij de laatste jaren eigenlijk enkel maar meer reactief kunnen werken en niet meer proactief. Ja. En wat dat jullie ook zouden willen, en dat eigenlijk voor iedereen ook nodig is, dat wij proactief een klant kunnen er tijd aan besteden. Klopt. Want bijvoorbeeld uw portefeuille-analyse,
Uw upsell van uw klanten, daar kruipt er veel te weinig tijd in door alle verplichtingen die er sinds MiFID zijn bijgekomen. Ja. Heb MiFID, heb IPID, heb al de wettelijke verplichtingen natuurlijk. Hè, maar daarnaast, zoals dat het zegt, ik hoor dat ook heel vaak. Makelaars die beseffen vaak wel dat er heel veel potentieel in de bestaande portefeuille zit. Maar hebben gewoon de tijd of de handen niet om daar echt op in te gaan spelen natuurlijk. Ja, nee. Kijk, bij ons, ik mag zeggen, wij hebben twee kantoren. We hebben al Cover en Assurwest. En in het ene kantoor doen wij zelfs nog inning makelaar. Mm-hmm. Dus daar mogen daar boekhouding en financiële opvolging nog veel hoger plaatsen. En dan heb je eigenlijk inhoudelijk gezien nog minder tijd voor uw klant, want het enige wat je daarmee doet is uw kwitantie controleren, zien of dat alles wel juist staat, maar eigenlijk met een upsell gebeurt er weer niet. Ja. En het belangrijkste is dat je alle nieuwe troeven die er zijn, dat maatschappijen aan het evolueren zijn, dat je het toch kunt aanbieden aan uw klant, dat je het toch minimaal hebt voorgesteld. Ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje waarom dat wij ook jaren geleden zijn ingestapt, is om van reactief proactief te kunnen werken naar onze klanten. Ja. Ja, nee, dat is inderdaad het verhaal die wij heel vaak met WeGrew proberen te brengen natuurlijk. En wij willen er eigenlijk naar streven om die 40% tijd voor klanten, zeg maar, te doen evolueren naar minimum 70% tijd voor klanten. Waar dat we uiteraard het digitaal advies, waar de webinar vandaag over gaat, een heel stuk in meenemen. Contact met klanten, ook het digitaal contact met klanten. En die portefeuillegroei, waardoor dat we eigenlijk de andere zaken, de overige 30%, zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Nu, dat is misschien direct een gevaarlijke vraag, Pietrian, maar jullie gebruiken WeGrew ondertussen al 2-3 jaar bijna, sinds de start. Is dat een evolutie die jullie ook zelf gevoeld hebben op kantoor? Ja, wij hebben bepaalde accenten kunnen verleggen. En ik zeg altijd dat we een digital broker zijn. Mm-hmm. We blijven zelf in de linie zitten. We mogen onszelf niet op de achterste plaats zetten, want we zijn belangrijk. Maar we hebben die troeven eigenlijk wel, die tools wel nodig om te kunnen evolueren en om te kunnen blijven bijsturen, ook in onze processen. Allee, wij optimaliseren deze, wij groeien mee. We zijn ook al meegegroeid met het programma. Mm-hmm. Nu ook weer het vernieuwde gesprek, adviesgesprek dat eraan komt. En dan zie je, als je dat gebruikt, dat je wel je tijdswinst kunt halen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het is daar ook in investeren. Je moet daar, je moet daar je eigen plan van aanpak in maken. En dan moet je daar solide in groeien en dat gebeurt dat wel. Ja. Ja, ik ben zeer blij dat je dat zegt, hè, want straks, we zullen nu zo dadelijk even naar een demonstratie van het nieuwe adviesgesprek gaan. Hè. Daar zitten uiteraard wat mensen op te wachten. Maar het tweede deel van deze webinar eigenlijk, na de demo zal ik maar zeggen, zetten we voornamelijk in op hoe kunnen nu echt Louise goed gebruiken. Hè. En daar heb ik heel veel voorbeelden van jullie bij Allcover kunnen nemen, hè, waar jullie toch wel creatieve dingen, mag ik zeggen, met Louise hebben gedaan en die eigenlijk toch tot mooie resultaten geleid hebben, denk ik dan. Ja, zeker en vast. Dat gaan we dan voor straks kijken. Dat gaan we straks houden. Yes, inderdaad. Goed. Alright, dan denk ik dat we makkelijk kunnen overschakelen naar het digitaal advies. We horen het hier ook al een stukje van Pietrian. Het is eigenlijk de bedoeling geweest om op die tijdswinst te kunnen gaan inzetten. De tijdswinst is natuurlijk niet het enige wat belangrijk is voor WeGroup. We gaan enerzijds op die verhoogde efficiëntie, de middelste pilaar, zeg maar, gaan inzetten. Maar daarnaast ook op meer productie. Ervoor zorgen dat er portefeuillegroei kan verwezenlijkt worden en ook op die digitale communicatie die vandaag steeds belangrijker en belangrijker wordt. En om die drie zaken samen te vatten, hebben we natuurlijk Louise ontwikkeld en daar zijn we nu in de nieuwe fase aan het rollen, zal ik maar zeggen, sinds vandaag ook live, dus voor de mensen. En ik zie dat er ook heel wat mensen in deze webinar zitten die al Louise-gebruikers zijn. Maar sinds vandaag is dat uiteraard live en kan dat door iedereen gebruikt worden, namelijk ons digitaal adviesgesprek. Een vernieuwde digitaal adviesgesprek, moet ik zeggen, die we op verschillende manieren kunnen gebruiken. En de eerste manier, dat is, hebt het daarnet zelf al aangehaald, Pietrian, zei, we zijn een digitaal of een digital kantoor, de hybride klantenervaring. Met andere woorden, de klantenervaring waarbij het digitaal adviesgesprek van WeGroup samen wordt gebruikt met de klant. Zoals dat we dat hier bijvoorbeeld op de print kunnen zien. Het is misschien wel de pre-COVID, de mensen zitten niet op een meter en een half afstand van elkaar. Dus het is een foto van lang geleden, laat ons zeggen. Maar het idee is hier vrij simpel. Dat is uiteraard ook waar we origineel gestart zijn. Namelijk de makelaar of de commerciële medewerker die gaat ofwel op de baan ofwel op kantoor het adviesgesprek samen met de klant gaan gebruiken. Is dat iets, Pietrian, wat dat ook bij jullie op kantoor gebeurt? We hebben accountmanagers die daarmee op de baan zijn en die nog enkel
dit manier van adviesgesprek gebruiken, omdat eigenlijk, eenmaal dat je het overloopt, zit alles erin en heb je eigenlijk alle informatie. Ja. Wat je dan ook hebt als accountmanager, als je op de baan bent, door de hybride ervaring dat er is en door de uitwisseling met de klant van info, kun je eigenlijk van A tot Z eigenlijk al afsluiten en kan je eigenlijk van 2 of 3 bezoeken naar misschien 1 bezoek gaan om een klant te realiseren. En dat is dan weer tijdswinst. Ja, dus, wij merken dat wel. Ja. Zeker en vast. Ja, ik hoor heel vaak nog makelaars die wij tegenkomen, die WeGroup nog niet gebruiken en die bijvoorbeeld zeggen, ja, als ik medewerkers op de baan heb of zelf op de baan ga, ja, dan is het vaak zo, heb natuurlijk een gesprek met je klant, je wil niet te veel bezig zijn aan je knoppen, dus heel vaak wordt er nog op papier informatie opgeschreven, even een fotootje trekken van paspoort of van een inschrijvingsformulier, eventueel een scan of een foto van bestaande polissen. Heel veel informatie die dan nadien nog een keer in een systeem moet worden ingeput. Het beheerspakket bijvoorbeeld, misschien ook nog een keer in de maatschappijmodule of in verschillende maatschappijmodules. Dat is eigenlijk wat jullie commerciële medewerkers hiermee verhinderen, zeg maar. Ja, dus je kunt dat in één bezoek doen, maar ja, je hebt ook een manier om het op voorhand naar je klant door te sturen. Hè. Ja. En dan kan je klant ook al hebben ingevuld. Klopt. En dan spaar je ook weer tijdswinst. Ja, hè. Klopt. Maar ik ga je stoppen, want daar gaan we subiets op komen. maar inderdaad, ook de manier om op voorhand met de klant te gaan doen. Nu, als we dat digitaal adviesgesprek gaan gebruiken, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk gaan? Zo dadelijk toon ik uiteraard een live demonstratie, maar ik neem jullie graag even mee door de stappen. De eerste stap, dat is uiteraard het starten van zo'n digitaal adviesgesprek. En wat zien we hier onmiddellijk al? Iets wat heel veel makelaars wel leuk vinden. En dat is dat de omgeving volledig kan gepersonaliseerd worden. Ik heb nu mijn omgeving even My Office genoemd, zoals jullie hier zien in de tekst. Uiteraard ook een foto van mezelf daaraan toegevoegd, of in dit geval een prentje. Ja, ik laat jullie vooral oordelen over hoe goed dat gelukt is of niet. Oh, ik zie u. Dat is redelijk. Redelijk. Redelijk is oké in dit geval. Nee, maar inderdaad ook alles in de look and feel, in de branding van het kantoor en zelf op het niveau van verschillende commerciële medewerkers. Dat wil zeggen dat elke medewerker zijn eigen avatar of zijn eigen profiel kan gaan aanmaken en dat ze op die manier gaan personaliseren. Ik weet bijvoorbeeld bij jullie, Pieter-Jan, in een van jullie kantoren gebruiken jullie Louise zelf als tussenpersoon en dan ergens anders is het... Ja, we hebben dus 2 merknamen en in Allcover is het de virtuele assistent Louise en onder de merknaam AssiWest is het James. James. Om toch de merknamen en de gebruiken uit elkaar te houden. Maar zoals hij zelf zegt, elke accountmanager kan met zijn eigen campagnes kan dat personaliseren. Hè. Ja, zeker en vast. Dus inderdaad, volledig te personaliseren. Ik zie hier andere makelaars ook al reageren. Jan Mechels, die zegt, wij hebben Fintje in dienst. Die zijn we ook al tegengekomen. Dus dat is fantastisch. Er zijn uiteraard nog heel wat andere. Ik zie hier ook, en ik kijk even naar de chat, een vraag van Gunther Polvliet. Ik stel vast dat de naam die wij gebruiken niet juist is en eerdere benaming gebruikt dan diegene die we nu gebruiken. Misschien, Gunther... het zou moeten Elise zijn, maar momenteel is het blijkbaar Els. Wel, ik kan jullie zo dadelijk even tonen waar die naam kan veranderd worden tijdens de live demonstratie. En dan kunnen we ervoor zorgen, Gunther, dat Elise Els wordt. Of omgekeerd, dat Els Elise wordt. Liever, het begint ingewikkeld te worden met al een... Goed, dus dat is uiteraard de eerste stap. Dan gaan we verder in het klantengesprek of in het digitaal adviesgesprek. Waar de mensen die het al kennen, zullen zien dat naast de producttypes die hier kunnen gekozen worden, ook een nieuw producttype is toegevoegd, namelijk de uitvaartverzekeringen. Daarvoor zijn we recent de samenwerking met Dela aangegaan. In de toekomst zullen we daar ook nog andere spelers aan gaan toevoegen. Dus een nieuw producttype die vanaf nu ook live in jullie omgeving staat. Ik weet niet, hebben jullie veel productie in uitvaart of in Dela? Ja, redelijk wat. Ik denk dat wij maandelijks toch wel een paar Dela's afsluiten. Ja. Er wordt daar meer en meer vraag naar, onder andere dankzij corona. Ja. Het enige wat je moet doen is in je instellingen de maatschappij activeren en dan kun je dat meenemen. En... Klopt. Dus, Klopt inderdaad, dat zal ik zeker zo dadelijk ook even tonen. Wat ik vaak ook hoor als feedback, zeker wanneer er een eerste of een eerste gesprek met een klant is, dat is uitvaart is misschien wel een moeilijk thema om soms over te gaan spreken. Is uiteraard wat delicater. En verschillende makelaars hebben ons bijvoorbeeld al gezegd, doordat Louise het vraagt, voelt het iets minder... onnatuurlijk, zeg maar. Omdat we dan kunnen zeggen,
De computer vraagt dat hier ook. En dan kunnen we het gesprek openen. Het staat op één scherm. Hè. Ja. De klant kan zelf aanvinken. Klopt. Wij kunnen het aanvinken. Het is niet zo dat je een aparte gespreksronde invoert. Klopt. Zeker ja. En vast. Zeker en vast. Dat is inderdaad, ik zal niet zeggen de grote meerwaarde, maar toch iets wat het extra toegankelijk maakt om over verschillende thema's te gaan spreken. Heel vaak ook klanten die dit zelf zouden gaan gebruiken of samen met de makelaar en die zeggen, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Ook de perceptie van uw klant. Hè? Uw klant heeft een autoverzekering bij u en dan doen jullie ook brandverzekering. Ja. Dat is zo'n perceptie en daardoor zien ze onmiddellijk van inderdaad. Ja, wat dat je in uw aanbieding hebt. Hè? Inderdaad, zeker en vast. Hè? Dus die producttypes, die kunnen hier worden aangeduid. Uiteraard kunnen we over alle producttypes of over één specifiek producttype gaan spreken. En dan gaan we eigenlijk verder in het verhaal. Hier zien we de vernieuwde versie van onze externe data-analyse. Voor de mensen die Louise al kennen, door het ingeven van een adres zal Louise zoveel mogelijk externe databronnen, gegevensbronnen proberen aan te spreken om al zoveel mogelijk over die woning te weten te komen. Bijvoorbeeld, we zien hier in het kader, onmiddellijk zal er een satellietbeeld volgen van de woning van de klant in bovenaanzicht, die ook is aangeduid op de kaart. En zullen we al onmiddellijk verschillende informatie weergeven. Dat wil zeggen, vierkante meter oppervlakte, type bebouwing, ik denk maar, is er een tuin aanwezig, liggen er zonnepanelen op het dak? Dat zijn allemaal zaken die Louise eigenlijk al herkent en op die manier niet meer moet gevraagd worden aan de klant. Ik denk dat Pieter-Jan dat misschien wel kan beamen. Vaak is het zo dat je toch wel vrij lange vragenlijsten moet doorlopen om tot iets te komen. Wat dat dit natuurlijk ook al een stukje simpeler maakt. Er is een groot deel al ingevuld. Ja. Maar het leuke eraan is dat je eigenlijk geen enkele vraag vergeet. Hè. Als ja. je alle vragen overloopt, dan weet je meestal wel alle info voor ook alle verschillende maatschappijen. Ja. Dan heb je eigenlijk alles gevraagd wat dat een risicovorm kan zijn of een premiebepalende factor. Klopt. Nee, dat klopt zeker en vast. Hè. Alles die belangrijk is voor het risico is uiteraard hierin meegenomen. Maar ook alles die belangrijk is voor de behoeftes van onze klanten. Hè. Louise zal eigenlijk een stapje verder gaan en zal ook aan de klant gaan vragen. Oké, beste klant, wat is er nu belangrijk voor u specifiek? Hè? Stel dat we morgen gaan spreken over een aantal specifieke polissen, specifieke producten. Wat zou je zeker graag gedekt zien? Hè? En uiteraard, de klant die kunstvoorwerpen belangrijk vindt, die zal dat gaan aanduiden. Om maar een voorbeeldje te geven. Dat kan tot twee zaken leiden. Ofwel kunnen we daarop zeggen, goed, we gaan samen met Louise op zoek naar het beste product die kunst al een stukje meeneemt in de dekkingen. Maar deze gegevens worden ook opgeslagen in een adviesrapport. En dat adviesrapport is natuurlijk zeer interessant. Waarom? Het kan uiteraard zo zijn dat die klant aangeeft, oké, ik vind kunst belangrijk. Wel, misschien is het dan wel interessant om over een specifieke kunstverzekering te gaan spreken, bijvoorbeeld. Of een product die voor die klant iets beter passend is bij zijn of bij haar profiel. Voilà. En last but not least is het natuurlijk ook zo dat we van hieruit, wanneer we dit samen met de klant aan het gebruiken zijn, direct naar verschillende offertes kunnen gaan. Ik zei daarnet al, we kunnen kiezen, en we zullen dat straks ook zien, om het gesprek hier te gaan eindigen en eigenlijk een adviesrapport of een overzicht van de risico's en behoeftes van de klant mee te geven en daar eigenlijk te stoppen om zelf in de back-office te gaan verder werken. Bijvoorbeeld, Pieter-Jan haalde het daarnet al aan, mijn medewerker gebruikt het op de baan, capteert alle informatie en onmiddellijk komt het in het systeem waar eigenlijk een back-office medewerker aan de slag kan gaan met een offerte. Dat is de manier waarop jullie het voornamelijk gebruiken. Ja? Ja. Wij sluiten eigenlijk zelf af bij het adviesrapport ja. en dan genereren wij zelf eigenlijk de offerte, ja. omdat wij dan eigenlijk de vergelijking wel doen. Dat is ook de meerwaarde dat we hebben tussen de verschillende maatschappijen. Klopt. En dan verkopen wij terug het product op basis van het rapport dat er is. Ja. Dat is onze keuze van het kantoor. Wij laten eigenlijk nooit de offerte zelf tot bij de klant, maar ja. het verschilt van kantoor. Ja, ik neem aan dat ook wel op die manier prijsshoppen en dergelijke meer tegengaat. Ja. Wij kiezen, uiteindelijk een familiale. Laten we zeggen, dat zit in een vorklift van misschien 10 euro over alle verschillende spelers, maar er zit daar toch wel een verschil in. Ook op vlak van huurdersaansprakelijkheid. Wij capteren eigenlijk zelf de info en dan, we mogen onze eigen rol niet uitrollen. Het is daarom dat ik ook altijd zeg, we zijn een digital broker. Het is nog altijd wij die het product verkopen. Maar door het adviesrapport weten we wel beter dan voorheen van wat wenst de klant eigenlijk. Ja, het is ook zo natuurlijk dat op basis van dat adviesrapport, en dat hoor ik heel
vaak, ja, de makelaar wil in de driver's seat blijven zitten en wil natuurlijk zelf vragen kunnen beantwoorden voor zichzelf. Wat bedoel ik daarmee? Het zou perfect zo kunnen zijn dat de makelaar zegt, oké, misschien is het goedkoopste product maatschappij X, maar ik weet dat bij maatschappij Y, omdat die klant daar al 2 producten heeft, of zijn auto en zijn brand zit daar ook al, en misschien wil ik daar dan wel ook die familiale plaatsen, ondanks dat die in de offertering misschien 10 euro duurder zou zijn, omdat ik weet, dan kan ik extra korting krijgen, of ik kan daar meer volmachtkorting toepassen. Ja, gewoon al het totaalklant het pakket, hè, maar het is altijd belangrijk dat wij het product verkopen. Ja. Als we dat niet meer doen, dan hebben we eigenlijk op dat vlak eigenlijk weinig meerwaarde. Wij moeten de behoefteanalyse doen. Die kunnen we perfect doen met het adviesgesprek. Maar dan is terug wij die in de driver's seat moeten zitten en zeggen van, kijk klant, dat zijn de verschillende opties. Ja. Maar het wel voorstaan, want het is inderdaad zo, als we enkel de prijs gaan tonen op, aan de klant, zonder dat hij weet wat dat erachter zit, dat hij waarschijnlijk wel voor het goedkoopste zal kiezen. Uiteraard. Ik ga even terug naar de chat, voor ik naar mijn volgende slide ga, want ik krijg hier een zeer goede vraag van iemand die voornamelijk op KMO's gefocust is, KMO's en grote ondernemingen. Op vandaag is Louise enkel beschikbaar voor particuliere verzekeringsproducten, dus dat is zeker een goede vraag, maar ik kan wel al een klein tipje van de sluier oplichten, want momenteel zijn we hard aan het werk achter de schermen aan eigenlijk ons ondernemingsverhaal, om hopelijk in de nabije toekomst ook het verhaal voor KMO's en ondernemingen te kunnen gaan aanbieden. Dus vandaag voor de kantoren die een primaire focus hebben op ondernemingsverzekeringen, op KMO's, nog even geduld. Het komt eraan en we zullen je daar ongetwijfeld van op de hoogte houden. En ik raad jullie zeker ook aan om jullie in te schrijven op onze InsureBlog nieuwsbrief. En dan zullen jullie daar alle informatie bij tijd en stond over gaan krijgen. Goed. Ik keer terug naar mijn presentatie. We hebben net gesproken over dat adviesrapport, maar het is uiteraard wel mogelijk om nog een stapje verder te gaan en de kantoren die daarvoor kiezen. Namelijk om eigenlijk de offertering ook al te gaan aanbieden. Dat wil zeggen, als de makelaar dit samen met de klant aan het gebruiken is, zou hij of zij verschillende offertes kunnen gaan uitrekenen, die gaan vergelijken in prijs, die gaan vergelijken in kwaliteit en daar ook bepaalde zaken aan gaan toevoegen, zoals bijvoorbeeld volmachtkortingen en andere zaken. Pieter-Jan, jullie zeiden daarnet, jullie kiezen er bewust niet voor om dit te gaan doen samen met de klant. Wij blijven in de driver's seat. Ik zeg niet dat wij dan nooit een keer het scherm zoals dat nu bij jou staat gaan tonen. Soms vraagt de klant wel een keer van ja, hebben jullie verschillende offertes gemaakt? Dan is dat gemakkelijk om aan te tonen van kijk, ja, we hebben het gedaan. Maar ja, ik vind het primair dat wij in de driver's seat blijven zitten en dat wij het product verkopen waar dat wij achter staan. Ik heb bijvoorbeeld niet de intentie om een Optimkoopportefeuille op te bouwen. En ja, die komen er wel tussen. En dan zouden wel een keer een klant hebben die enkel voor Optimkoop kiest. Nee, wij willen in de driver's seat blijven zitten. Dat is ook onze rol. Hè. Ja. We moeten onze klant servicen. Hè, en dan wij genereren het achterliggend. Wij maken de vergelijking. We kennen ook het dossier. Bijvoorbeeld, ja. Het is handig als je een plan kunt maken, een comfortdeal of een gezinsplan. Dan heeft de klant extra troeven, los van enkel de premie, vrijstellingsvoordeel en dergelijke meer. En dat zijn dingen dat wij, dat zijn dingen waar dat onze rol belangrijk in blijft, dat niet enkel uit het pakket kunnen komen. Hè. Ja, zeker en vast. Ik krijg ook in een klein beetje een lijn van wat je net vertelt, een vraag van Gunther. En Gunther die vraagt, wordt er altijd een standalone premie getoond? Of is er ook de mogelijkheid om pakketpremie te zien? Wel, het interessante daarin is, Gunther, dat wij eigenlijk de mogelijkheid voorzien in het adviesgesprek die samen door de makelaar met zijn klant wordt gebruikt, om eigenlijk maatschappijvragen mee te nemen. Daarmee bedoelen we dat we ook de vraag stellen, oké, zijn er bijvoorbeeld al lopende polissen bij maatschappij X of Y? En zo ja, dan kan het systeem daar ook rekening mee gaan houden. Met andere woorden, dat is zeker een belangrijke vraag, een goede vraag om te gaan stellen. En ik stel voor dat we daarom ook onmiddellijk eens gaan kijken naar hoe het er nu in de praktijk uitziet. En hier hebben we onze Louise-omgeving
Die we kunnen, of die we kunnen gaan gebruiken. Zoals beloofd, voor we naar het adviesgesprek gaan, toon ik heel even graag waar we in instellingen bepaalde zaken kunnen gaan aanpassen. We zien hier onze instellingen. We kunnen hier gaan personaliseren op niveau van onze assistent. Ik kreeg daarnet van iemand de vraag rond Els of Elise. Uiteraard, mijn assistent heet Arvid. Ik kan daar zelf mijn foto aan gaan toevoegen en dergelijke meer. En ik kan ook mijn kantoor verder personaliseren. Bijvoorbeeld de logo's van mijn kantoor, kleuren kiezen enzovoort en zo verder. De naam van mijn kantoor, mocht ik ook bijvoorbeeld werken met verschillende kantoren, welk beheerspakket ik bijvoorbeeld gebruik, om daar ook de koppeling te gaan maken, de koppeling met bijvoorbeeld in dit geval een broker cloud, enzovoort en zo verder. Maatschappijen, Pieter-Jan, hebben daar net ook even aangehaald, kunnen eigenlijk zelf zeer makkelijk gaan kiezen. Dit zijn de maatschappijen waar ik mee werk en die ik graag wil meenemen in mijn tarificatie. Ik hoor u bijvoorbeeld daarnet ook zeggen, er zijn bepaalde maatschappijen waar wij misschien niet mee werken of waar wij een bepaalde, misschien zelfs geen agentschapsnummer bij hebben of niet de ambitie hebben om een portefeuille te gaan opbouwen. Wel, dan kun je in principe zelfs de maatschappijen hier gaan uitzetten of voorkeursmaatschappijen gaan instellen bijvoorbeeld. Wij laten ze er wel allemaal in zitten. Okay. Omdat we eigenlijk door het marktonderzoek, dan zien we eigenlijk compleet wat dat de markt aanbiedt. Mm-hmm. Maar het is ook niet in de klant zijn belang als wij maar 5 polies nemen bij een maatschappij. Ja. Dan hebben wij ook niet veel geen drukkingsmiddel als de keer iets in een grijze schemerzone zit. Uiteraard. Uiteraard. Dus daarom, wij zetten ze er wel allemaal in. Maar het is daarom dat het belangrijk is dat je als kantoor in een driver seat zit en dat je verkoopt aan uw klant. Ja. Want ja, jij weet de STP, de straight-through process, mm-hmm. wat dat erachterliggend ook speelt. Hebt u een opmaak die speelt? Hebt u beheer dat speelt? En hebt dan ook vooral een belangrijk moment dat u waarde kunt bewijzen bij schade. En als dat bij ene maatschappij die dan toevallig de goedkoopste is, het langste duurt, dan mm-hmm. krijg je dat toch als een boemerang terug in uw gezicht. Hè. Ja. Dus het is daarom dat je als makelaar je rol moet blijven spelen. Ja, oké. Okay, nee, dat is zeker een goed punt. Ik zie hier ook in de chat de vraag stellen, of de vraag wordt gesteld, hè, moeten er geen offertes meer aangevraagd worden bij de maatschappij? Dat klopt, en dat zal ik straks ook even kort demonstreren. Via onze offerteringstool wordt de offerte in WeGroup opgemaakt, in het Louise-platform, en die kan op die manier eigenlijk naar de maatschappijmodule worden doorgestuurd. Met andere woorden, vanuit Louise worden gegevens overgedragen naar MyBalwaze, VConnect, Phoenix, om maar enkele voorbeelden te gaan geven. En op die manier kunnen we eigenlijk alle informatie daar terugvinden, wat uiteraard al een enorme tijdsbesparing is, maar ook gaan doorsturen via blokretour bijvoorbeeld naar het beheerspakket. Dus vanuit de maatschappijmodule worden dan de blokretourberichten naar bijvoorbeeld Brio en andere pakketten gestuurd. Ik zie hier ook de vraag voor de volmachtkorting. Ja. Zoals je ziet op het scherm van Arvid, je ziet daar je producentennummer, dus het is uw werkelijke kantoorvolmachtkorting dat erin zit. Ik weet dat bepaalde maatschappijen van makelaar tot makelaar verschillende kortingen, mm-hmm. die zit er wel juist in dan, ja. per kantoor. Klopt, dat is inderdaad een goede vraag van Dominique. Het is inderdaad zo, bij het instellen van uw omgeving, en daar kom ik straks op terug, worden de producentnummers van het kantoor gebruikt en op die manier wordt de volmachtkorting meegenomen. Voilà, ik zie een duimpje, dus bij deze is die vraag beantwoord. Merci, Pieter-Jan, om er even op terug te komen. Nu, ik stel voor dat we onmiddellijk naar ons adviesgesprek gaan kijken. En dan komen we hier in onze adviesomgeving. Een van de functionaliteiten. We zien hier ook in de tool dat er tips worden meegegeven, zoals we hier zien, van onze medewerkers in gebruik. Hoe we het adviesgesprek zo goed mogelijk kunnen gaan gebruiken. Zeer interessant als jullie dit bijvoorbeeld aan medewerkers willen gaan meegeven. Voilà. Nu, ik stel voor dat we eraan beginnen. Ik ben bijvoorbeeld een makelaar en ik wil dit samen met mijn klant gaan gebruiken. Laten we ons even starten. En we willen bijvoorbeeld spreken over een woningverzekering. Ik zeg nu maar iets. Voilà. Dan gaan we verder. Kunnen we verschillende maatschappijen gaan kiezen. Ik kom straks even terug op hoe het scherm er zou uitzien als de klant dit alleen zou gaan gebruiken. Uiteraard zal de klant dan bijvoorbeeld geen maatschappijen gaan kiezen en krijgt hij ook simpelere, makkelijkere of eenvoudigere vragen. Simpel is misschien niet het juiste woord die ik wil gebruiken in het geval van verzekeringen. De klant weet wel zijn eigen woning. Hè? Uiteraard, als we aan de klant vragen, woont in een appartement of in een, dan weet hij meestal welk soort woning dat is. Er komen eigenlijk niet echt verzekeringstechnische vragen naar boven. Hè? Nee.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Want we zullen zo dadelijk zien dat in dit venster of in dit gesprek een aantal technische vragen echt aan de makelaar gesteld worden, omdat de makelaar hier aan de knoppen zit. Ik selecteer nu een aantal maatschappijen, bijvoorbeeld Allianz, Balwaze en Piet & Partners. Ik zeg maar iets die we nu met elkaar gaan vergelijken. De verschillende dekkingen waarover we zouden willen gaan spreken, dat kan bijvoorbeeld zijn enkel gebouw en inhoud. Je zal zien, wanneer ik gebouw selecteer, komen ook de andere zaken beschikbaar, bijvoorbeeld tuin, diefstal. Ik kan uiteraard alles selecteren of alles opnieuw gaan uitzetten. Laten we even voor de simpliciteit over enkel gebouw gaan spreken. En dan komen we in het gesprek. Ik ben een natuurlijk persoon, ik kan ook een rechtspersoon zijn, uiteraard. Ik geef even mijn gegevens hier in. Voilà, mijn geboortedatum. Daar gaan we. En ik ben bijvoorbeeld een ambtenaar. Voor vandaag. Ik ben woonachtig in België, bijvoorbeeld. En dan geef ik enkel nog even mijn adres in. Mijn accent had het misschien al een klein beetje verraden. Maar dat is in het mooie West-Vlaanderen. Dat is voor u ook het geval, Pieter-Jan. Voilà, kijk. Dus voor de rest gaan we daar geen politieke uitspraken over doen. Maar voilà. En mijn e-mailadres. Belangrijk ook om mee te geven. Wil ik deze gegevens niet invullen? Bijvoorbeeld wil de klant op dit moment zijn telefoonnummer niet delen? Ik zeg maar iets. Dan hoeft dat ook niet. En kunnen we ook verder zonder. Kan de klant gewoon verder gaan of kunt u verder. De Koetsierstraat 10 is inderdaad het adres die ik wil gaan verzekeren. En dan zullen we zien dat Louise het satellietbeeld eigenlijk weer heeft. Hier zien we aangeduid de Koetsierstraat nummer 10. Dat kan op satellietbeelden, dat kan ook op de routekaart, afhankelijk van op welke manier u dat het liefst wil voorstellen aan de klant. Worden onmiddellijk een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld, ik heb een bewoonbare zolder en geen kelder. Ik zeg nu maar iets. Ik ben een eigenaar en een bewoner, bijvoorbeeld. En we zullen eigenlijk zien dat heel vaak vragen al zijn vooringevuld. Dus wat wij kunnen gaan afleiden, zien we hier bijvoorbeeld, het gaat inderdaad om een half open bebouwing met 3 gevels. Het gaat over een gebouw die tussen de 20 en de 50 jaar oud is. Maar we kunnen daar ook nog in aanpassen. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat dit anders zou zijn, ik zeg maar iets, het is inderdaad een half open bebouwing, maar eigenlijk zijn dat 2 woonunits die daarin zitten, 2 appartementen bijvoorbeeld, ja, dan kunnen we dat ook makkelijk gaan aanpassen. Voilà. En dan het type woning, bijvoorbeeld een eengezinswoning liever. Voilà. Goed, gaan we verder. De bouwmaterialen, bij ons is dat vrij standaard. Beton en baksteen is waaruit, zoals de meeste gebouwen veronderstel ik, die dat je zult tegenkomen. Het aantal kamers, ook hier wordt al een inschatting gemaakt door ons systeem op basis van het volume. Dus het systeem zal al het volume gaan meenemen en zal eigenlijk gaan berekenen wat de meest logische kamerindeling is. Uiteraard kunnen we daarmee gaan spelen en kunnen we bijvoorbeeld zaken gaan veranderen. In mijn geval klopt het en kunnen we verder gaan. En dit is ook mijn hoofdverblijfplaats. En dan kunnen er nog een aantal vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld, mijn gebouw is niet in opbouw. Ik heb geen speciale zaken. Ik denk maar aan stro, rieten daken, wat dan ook. Zijn bij mij niet van toepassing. Geen open haard. Ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen. Die zouden op het dak, zoals u ziet, zijn die al aangeduid. Dus die worden door ons herkend. Kunnen we ook de waarde van die zonnepanelen meegeven als dat belangrijk zou zijn of als de klant het zou weten. Indien niet, geen enkel probleem uiteraard. We kunnen die zonnepanelen ook gewoon uitklikken in dat geval. Inbraakwerende deuren, die zitten er niet in. Ik heb een tuinhuis en dat tuinhuis wordt ook onmiddellijk herkend samen met de oppervlakte van mijn tuinhuis. Kan voor sommige dekkingen interessant zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan andere bijgebouwen of woningen. We kunnen er ook extra toevoegen. Ik zeg maar iets, als er iets om een of andere reden niet zou herkend worden of in opbouw zou zijn en daar binnenkort zou staan, en dan kunnen we die mogelijk al gaan meenemen in ons advies. Onze evaluatiemethode, en hier, je zei het daarnet al, Pieter-Jan, er worden geen verzekeringstechnische vragen gesteld. Dit is uiteraard een vraag die niet aan de klant wordt gesteld. Dus de makelaar die aan de knoppen zit, als je aan de klant zou vragen, doen we dat via plaatsenstelsel of een eerste risico, dan zal die klant waarschijnlijk zeggen, hun brandverzekering van mij alstublieft. Voilà. Dus dat is uiteraard niet... Het is wel leuk als je dan... dat adviesgesprek overloopt, dat kun je al terug beginnen over afschaffing van evenredigheid. Ja. Een keer het verschil uitleggen, wat dat er anders dikwijls zou durven vergeten worden in de snelheid, omdat je neemt polissen over. Ja. Dat is belangrijk dat je daarover met een klant kunt communiceren. Zeker en vast. En dat maakt het natuurlijk ook een stukje menselijker. Het gaat niet meer alleen om, ik kom hier een verzekeringsproduct verkopen voor die commerciële medewerker, maar ik kom hier een advies geven en ik kom hier vooral ook uitleggen wat dat dan precies inhoudt. En los van het feit dat dat uiteraard wettelijk verwacht wordt, kan dat wel een band met die klant gaan krijgen.
Voilà, dan gaan we verder en zien we ons scherm, hè. Beste klant. Wat is er nu belangrijk voor u? Juwelen en kunsten, die mag ik helaas niet aanduiden. In mijn geval, ik wou dat ik daar heel veel leuke zaken kon opzetten, maar dat is niet zo. Maar bijvoorbeeld digitale apparatuur, ik zeg maar iets, en de bonsai-bomen in mijn tuin, bijvoorbeeld. Bij wijze van voorbeeld, uiteraard. Voilà. Goed. Een aantal extra vragen die kunnen belangrijk zijn. Of ik vaak van thuis uit werk, dat durft al een keer gebeuren tegenwoordig. Of ik vaak op reis ga, dat durft helaas al een keer wat minder gebeuren tegenwoordig. Of ik samenwonend of gehuwd ben, of ik kinderen te lasten heb. En dan zien we onmiddellijk dat daar ook een aantal vragen gesteld worden die maatschappij-specifiek zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld, heb je minstens 3 verzekerde risico's bij Balwaze? Dat is uiteraard een vraag die opnieuw niet aan de klant zal gesteld worden, maar die gesteld wordt aan de makelaar. Waarom? Omdat natuurlijk met minstens 3 risico's kun je voldoen aan de voorwaarden van het gezinsplan. Opnieuw, mocht je dit samen met de klant gaan gebruiken, er zijn ook medewerkers die dit in de back-office achter de schermen gebruiken, maar als het samen met de klant is, en dan kun je ook onmiddellijk uitleggen wat daar het voordeel bijvoorbeeld van is. En dat de klant daar uiteraard bij wint. Ik zeg niet maar iets. Voilà. Minstens 3 verzekerde risico's bij Allianz. Nee, bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. En dan komen we eigenlijk op het einde, waar we een keuze kunnen maken. Ofwel zeggen we, kijk, we gaan hier de flow gaan beëindigen. We gaan opnieuw naar onze contactpersoon Eloïse. En we kiezen er eigenlijk voor om het gesprek hier te stoppen. En bijvoorbeeld, de commerciële medewerker zegt, goed, dank u wel, beste klant. Ik heb alle informatie of we hebben een leuk gesprek gehad. Ik ga mijn huiswerk gaan maken op kantoor. Of een van mijn collega's zal het huiswerk gaan maken. En we houden het hierbij. Dus dat kan. Of nee, we gaan onmiddellijk doorgaan naar onze offertes. En dan klikken we hier de offertes aan, gaan we door. En zullen we eigenlijk zien dat er verschillende offertes worden uitgerekend voor de maatschappij die ik daarnet heb aangeduid. En die verschillende offertes, die kunnen uiteraard in prijs verschillen, maar kunnen uiteraard ook meer informatie bevatten. Bijvoorbeeld, we zien hier wat er voor de klant belangrijk was, hè, mijn woning, maar we zien hier ook bijvoorbeeld mijn tuin die ik daarnet aan, mijn digitale voorwerpen en dergelijke meer, om dan uiteindelijk ook meer informatie te kunnen zien. Bijvoorbeeld, bepaalde zaken die in polis X of Y, in de algemene voorwaarden dan, onmiddellijk zijn meegenomen. Hè. We zagen, ik had zonnepanelen, wel, deze polis die voorziet in de dekking van die zonnepanelen. Met andere woorden, dat wordt hier ook duidelijk meegegeven. Ik heb aangegeven dat tuin voor mij belangrijk is. Met andere woorden, de aanplanting in deze polis belangrijk. Hè? Met andere woorden, ik vind dat zeer interessant als klant. En dat wordt hier ook duidelijk meegegeven waarom. We zien ook een inschatting van de waarde van de woning bijvoorbeeld. Die kan bij verschillende maatschappijen uit elkaar liggen. Afhankelijk van evaluatiemethodes bijvoorbeeld en afhankelijk van andere zaken die daarmee te maken hebben. Nu, zoals we weten, we hebben daarnet niet eerste risico aan geklikt. We zijn aan het spreken over een evaluatiemethode via plaatsenstelsel. Dus het aantal kamers heb ik meegegeven en dat is daarvoor uiteraard voldoende. We zien hier ook links de voorwaarden en condities en de IPIT-fiches. Dus u heeft altijd onmiddellijk toegang tot de meest recente wettelijke documenten die u ook onmiddellijk kunt gaan downloaden. Met andere woorden, u komt onmiddellijk op de voorwaarden van die specifieke maatschappij. En we zien hier ook bij de tandwieltjes dat we bepaalde parameters kunnen instellen. Bijvoorbeeld onze volmachtkorting, onze commissiekorting, andere evaluatietypes, mochten we dat willen. We kunnen eventueel het verzekerd bedrag gebouw gaan aanpassen. Mocht die klant zeggen, ja, maar ja, mijn gebouw is veel meer waard. En dan kunnen we misschien eerst een uitleg geven wat dan het verschil is tussen heropbouwwaarde en de vastgoedwaarde. Maar in elk geval, de aanpassing die kan daar ook. En ook het bedrag aan inboedel. Ik heb me daarnet gekozen om mijn inboedel er niet in mee te gaan nemen. Maar dit zouden we dan ook kunnen gaan toepassen om uiteindelijk onze offerte te gaan toevoegen. En dan kunnen we eigenlijk zien, ik zie hier de vraag van Lode, komt er geen bedrag voor de inboedel? Ja, ik zei het daarnet even al, ik had daar in het begin van het adviesgesprek niet geklikt op inboedel, dus dan wordt die ook niet meegenomen. Uiteraard, ik besef of ik snap zeer goed dat de meeste brandverzekeringen, dat zal voor jullie waarschijnlijk ook zo zijn, altijd die inboedel meenemen. Wij vertrekken eigenlijk vanuit het omgekeerde. Wij vinken alles aan. Hè. Ja. En dan zeggen wij tegen de klant, van kijk, dat zijn alle opties, want dan moet je eigenlijk ook aan uw klant volgens MiFID kunnen bewijzen. Mm-hmm. Kunnen bewijzen dat je het hebt voorgesteld. Ja. En uiteindelijk is het beter van alles aan te vinken en alles te genereren. Mm-hmm. En dan kan uw klant à la carte, en dan is het weer het verkoopsgesprek dat weer zo belangrijk is, dat je kunt zeggen van kijk, dat bestaat. Bijvoorbeeld, als je nu zegt tegen een klant, een indirect verlies, hij weet niet wat dat is. Nee. Maar misschien is dat voor die klant die 10% extra,
Zeker is en vast. Dat wel een meerwaarde. Zeker en vast, zeker en vast. En ik denk dat dat ook een zeer belangrijke is. Dus op het begin is het allemaal mogelijk om bepaalde zaken te gaan aanvinken. Als we die offerte hier vervolgens gaan toevoegen, en dan wordt er nog gevraagd of ik schadevrij ben, of ik eventueel een opzegbrief wil gaan doen, als ik een bestaande polis heb lopen. Indien ja, dan wordt de opzegbrief ook onmiddellijk automatisch gegenereerd. En uiteindelijk kunnen we zien dat we naar onze geselecteerde offertes gaan en krijgen we, haalde het net al even aan, Pieter-Jan, ook alle MiFID gerelateerde vragen. Hè. Dat zijn vragen die dezelfde zijn als formulier Jan de Makelaar bijvoorbeeld, de behoefteanalyse, niet leven en dergelijke meer, die hier wordt meegenomen. Allemaal in samenwerking met de federaties, FVF, PZB, FEDAFIN, mijn excuses, en FEPRABIL, om ervoor te zorgen dat jullie ten alle tijde toegang hebben tot de meest recente en correcte documenten. Voilà. Dus dat even kort wat betreft het tonen van de live demo van Louise. Ja, dus Dominique stelt inderdaad opnieuw een goede vraag. Dat klopt. Hè. De documenten die kunnen hierin worden meegenomen. De precontractuele, dus de voorwaarden en condities, of de algemene voorwaarden liever, en de IPIT-fiches, die zijn hier beschikbaar. Als we hier beslist hebben om de klant zijn e-mailadres eerder in te gaan geven, dan zal hij ook zijn offerte via mail toegestuurd krijgen met alle precontractuele documenten. Hè. Dat wil zeggen dat u niet meer hoeft het mapje op de bureaublad, of op het bureaublad liever, de documenten te slepen, hopende dat die dan niet al achterhaald of outdated zijn. Wel, altijd krijgt de klant automatisch de meest recente documenten, de meest belangrijke documenten. Bemiddelingsfiches, document Jan de Makelaar, behoefteanalyse, die volgen hier. Hier kunnen vragen ingesteld worden. Hè. Vragen bijvoorbeeld als algemene vragen, maar ook de reden van contact. Hoe ken je ons kantoor? Hè, de vragen die jullie waarschijnlijk van die verschillende documenten zullen gaan herkennen. Voilà, dan ga ik even terug naar mijn presentatie. We hebben daarnet gezien dat de offertering, of we zijn zo net even door de flow gelopen. Zeer leuk ook, zeker voor de mensen die ons kennen, want de vraag is al verschillende keren gekomen. Dankzij onze nieuwe implementatie is Louise ook voor het eerst volledig mobiel beschikbaar. Dat wil zeggen dat het perfect op de tablet door jullie medewerkers kan gebruikt worden bij een klant, of samen met de klant, maar ook door de klant zelf op de smartphone. Dus dat is zeker interessant, want uiteraard het tweede luikje is de digitale klantenervaring. En Pieter-Jan, daar hebben jullie ook wel wat ervaring mee. Hè? Ja, wij gebruiken eigenlijk onze campagnes en het adviesgesprek het meest om naar klanten te versturen. Eerst en vooral vinden wij dan een heel grote tijdswinst dat wij het gesprek kunnen voorbereiden. Dat wij kunnen zeggen van, ja, kijk klant, als je wilt klant worden, dan hebben we die info nodig, je stuurt dat door. Nodig iedereen uit om dat zelf te doen. Zelfs als je dat voor alle producten samen doet, dan is de klant een kwartiertje van zijn tijd kwijt, want hij kent zijn eigen dossier toch van buiten, hoop ik. En dan krijgen wij die info en dan kunnen wij de achterliggend verwerken. Maar wij hebben ook redelijk wat samenwerkingen met klanten aan, brengers en dergelijke meer, en acties lopen, waarin dat wij gepersonaliseerde campagnes gebruiken en uitsturen. En dan zien wij dat ook binnenkomen, dan krijgen wij binnen klanten aanbrenger X, klantenaanbrenger Y. En dan weten we van wie en waar dat komt. En dan kun je dat eigenlijk weer mooi gaan bewerken. Want uiteindelijk, wij hebben twee verschillende manieren van werken. We hebben bij Assurwest gebruiken we het volledig binnen het systeem van WeGroup, omdat er daar een mindere koppeling is met Brio. Maar dan, als je met Broker Cloud werkt, dan kun je dat alles exporteren. Dan komt alles onder uw polis, onder uw project. En dan werken wij van daaruit verder om eigenlijk de klantencommunicatie toch op één pakket te centraliseren. Ja. Dus, dat is zeker belangrijk, hè, want ik heb het daarnet nu door de tijd ook niet in de volledige demo getoond, hè, maar vanaf dat de offertes worden gecreëerd, kunnen die worden doorgestuurd naar de maatschappijmodule. Bij sommige beheerspakketten zijn die dan ook onmiddellijk beschikbaar, hè, los van of die gecreëerd worden of niet. Hè. Bijvoorbeeld bij Broker Cloud is er een directe connectie. Voor een Brio bijvoorbeeld gebeurt dat via de maatschappijmodule. Dus wordt eigenlijk de blokretour, of het blokretourbericht liever vanuit de maatschappijmodule naar Brio gestuurd, om op die manier de informatie daar te krijgen. Ik zie hier twee vragen. Waar kunnen wij zien met welke maatschappijen jullie samenwerken? Wel, dat vinden jullie terug op onze website. Maar, en ik loop nu even op de feiten vooruit, maar iedereen die deze webinar meevolgt, krijgt ook toegang tot 30 dagen gratis Louise. Dus iedereen kan gaan testen en zal in de instellingen kunnen terugvinden welke maatschappijen kunnen worden ingesteld.
Goed. Ik krijg ook de vraag welke talen Louise spreekt. Dat is op vandaag het Nederlands, het Frans en het Engels. Maar ik zou zeggen, mochten er talen zijn die ontbreken, laat het ons zeker weten. Ik zag op jullie website dat jullie een Russische portefeuille ook hebben, Pieter-Jan. Dat zal misschien nog iets langer duren. Maar dat, we staan open voor alle suggesties. Goed. Ik ga even verder. We spreken al over digitale klantenervaring en uiteraard is dat niets nieuws. Hè. De klant zelf aan de knoppen geven. We zien dat ook bij de bank bijvoorbeeld. Hè. De meeste mensen zullen wel Kate van KBC ondertussen kennen. Is iets wat naar verluid zeer sterk aanslaat. Dus wij dachten, ja, wij moeten ook onze klanten, onze makelaars eigenlijk, de mogelijkheid geven om met hun klanten diezelfde 100% digitale ervaring te gaan doorlopen, als ze dat willen. En daarvoor heeft WeGroup, of hebben wij, campagnes in het leven geroepen. Campagnes waarbij we eigenlijk die klantgesprekken zelf een stukje kunnen gaan opstellen, afhankelijk van het doel die we daar hebben. Bijvoorbeeld, dat kan zijn verzekeringsgegevens verzamelen. Ik hoorde daar net zeggen, Pieter-Jan, wij gebruiken dat als wij een klant of een afspraak hebben, eigenlijk als voorbereidend huiswerk voor de klant, zeg maar. Ja, dus wij verzamelen daar de info, wij sturen dat door. De klant geeft te kennen dat hij een afspraak wenst. Ja, dan is er al contact, dan tasten al af per telefoon of per mail over wat het gaat, wat dat hij wenst. En dan zeg je, ja, wij kunnen een onboarding voor uw gegevens al doorsturen. Dat kun je al voorbereiden thuis. En dat vinden ze wel leuk. En zo hebben wij ook alle informatie. Een van onze volgende next steps dat er zal zijn, is het adviesrapport. Is dat eigenlijk gewoon jaarlijks automatiseren en doorsturen naar uw klant. Van kijk, zijn uw gegevens nog up-to-date om eigenlijk terug proactief te kunnen werken? Het gebeuren van Kate dat je toont. Ja, Kate is ook heel proactief. Vanaf dat ze zien dat er een factuur wordt betaald van een reisschool, begint ze al automatisch te zeggen van, je moet hem niet toevoegen in de polis. En dat is iets wat ik denk dat wij als makelaar, als tussenpersoon, wij moeten in die driver's seat zitten en wij moeten proactief kunnen werken. En met die campagnes door dat uit te sturen, dan kun je dat. En dan kun je ook een deel van de naar uw klant leggen. Als uw klant dan het jaarlijks adviesrapport niet invult, hebt u werk gedaan, hè? Hebt toch tenminste gevraagd. Hè? Ja. Want als hij het adviesrapport zou invullen, dan weet hij tenminste dat hij een veranda of zonnepanelen heeft bijgeplaatst. Want ik denk dat iedereen dat wel herkent. Hè? Dan komt een klant, heeft hij een veranda bijgebouwd, ja, die ruimte staat er niet bij. Heeft hij zonnepanelen bijgelegd? Zit hij nog op een kapitaalsrooster? Dan moest hij, hè? Zit er hem bij verzekerd? Ja, is het onze taak om elk jaar te vragen? Ja, dan heeft ze maar gezegd van wel. Kunnen wij natuurlijk de ruimte en de middelen hebben om dat te doen. En dan is het heel leuk voor dat te implementeren. Ja. Ja. Voilà, ik denk dat dat zijn direct een aantal toepassingen die hier terugkomen. Pieter-Jan haalt het goed aan. We kunnen bijvoorbeeld het adviesgesprek gebruiken om verzekeringsgegevens te gaan verzamelen voor een gesprek. We zeggen bijvoorbeeld, kijk, we sturen het adviesgesprek uit en we stoppen bij dat adviesrapport. Dus we gaan zelf niet naar premies, maar we willen gewoon zorgen dat we eigenlijk ons huiswerk al kunnen maken als makelaar. Dat we misschien zelf met een aantal voorstellen al bij de klant kunnen komen, hè, wanneer we de eerste keer in het echt afspreken, zeg maar. We kunnen ook risicoanalyses gaan kiezen. Dat is iets wat er in de toekomst bij komt, maar ik geef daar even al een korte knipoog, zeg maar, om eigenlijk ervoor te gaan dat we zeggen, zoals je aanhaalt, ene keer per jaar of ene keer per half jaar of per kwartaal of whatever, moet dit via mail naar al mijn klanten gaan, dan kunnen ze daar die risicoanalyse opnieuw gaan maken en kunnen ze eigenlijk gaan kijken, ben ik nog wel up-to-date, ben ik eigenlijk nog wel mee, kloppen mijn gegevens nog, is belangrijk voor u als makelaar, is mijn beheerspakket wel up-to-date, is zeker ook geen onbelangrijke, maar natuurlijk ook voor de klant, ben ik wel goed verzekerd? En je zou kunnen zeggen, ja, oké, een groot deel van mijn klanten gaat daar misschien niet op ingaan, dat klopt. Maar de 10% die er misschien wel op ingaat en die wel zegt, ja, hier is er voor mij iets veranderd, daar kunnen we zaken gaan doen. En dat is ook 10% die vandaag helaas nog blijft liggen, hè, denk ik. Ja, dat blijft nu zeker liggen. Dan moet je tijdswinst in creëren. Hè. En dan is dat een van de tools om dat te kunnen optimaliseren. Hè. Zeker en vast. Hè. We kunnen ook opnieuw hier onze campagnes trouwens gaan personaliseren. Op kleur, op logo's, andere zaken gaan meenemen. Om dan opnieuw door dat adviesgesprek te gaan. Maar, zoals ik daarnet zeg, aangepast eigenlijk aan de klant. Met andere woorden, de vragen die verzekeringstechnisch zijn, die makelaars gerelateerd zijn, die worden hier niet meer gevraagd. Maar er worden andere zaken toegevoegd. Bijvoorbeeld, beste klant, kunt u even een upload meegeven van uw rijbewijs bijvoorbeeld. Van de bestelbon van uw wagen. Met andere woorden,
andere informatie die eigenlijk zeer interessant zou kunnen zijn om die klant ook snel te gaan helpen. Ik krijg bijvoorbeeld van sommige makelaars wel eens de feedback die zeggen, ja kijk, wij krijgen wel klanten binnen die ons via WhatsApp zelf of via een e-mail gewoon een berichtje sturen om te zeggen, wat, ik heb een nieuwe auto gekocht. Kunnen het voor mij in orde brengen? Wel, hier is het eigenlijk vrij simpel. In plaats dat je een mail stuurt en zegt, beste klant, dit is alle informatie die ik van u nodig heb, stuur hem gewoon simpelweg de link naar uw Louise en de klant kan daar eigenlijk het gesprek doorlopen en u heeft alle informatie om te doen wat u moet doen, van het aanvragen tot de plaats, tot het onderschrijven van het verzekeringsproduct. Zijn deze bestanden die ze uploaden terug te vinden onder de lead, vraagt Robin. Dat klopt inderdaad, deze gegevens vinden we terug binnen Louise ook. En daarvoor is dat uiteraard zeer gemakkelijk om ook later in de toekomst nog opnieuw te gaan oproepen, mocht dat eventueel nodig zijn. En uiteindelijk is het zo, en Robin liet hier al het woord lead even vallen, is het ook zo dat we heel wat manieren hebben om aan lead generation eigenlijk te gaan doen. Wel zeer simpel, enkel elke lead die binnenkomt, zeg maar, die krijgen jullie ook een e-mail op die manier, om zo te zien, oké, van waar is de lead afkomstig en ik kan die nog gaan opvolgen. Ik hoorde trouwens van u, Pieter-Jan, want ik viel bijna van mijn stoel als je het mij vertelde, maar jullie krijgen bijna dagelijks, zeiden mij, leads binnen uit jullie WeGroup-campagnes. Ja. Wij hebben dagelijks minimum 2 à 3 leads via een bepaald voordeelplatform, waarin dat je ziet dat mensen aftasten, waarin dat het is verkoop via het internet, uw slaagpercentage is daarin lager, maar je creëert naamsbekendheid. En door dan eigenlijk het leuke eraan is dat alle gegevens zitten erin, binnen 2 minuten met uw offertes bij al uw maatschappij, en dan kun je eigenlijk efficiënt ze via WeGroup heel snel gaan uitsturen. We hebben ook andere klantenaanbrengers. Kijk, onze klantenaanbrenger die het meest heeft aangebracht vorig jaar, onze topper was 138 polies. Dat zijn 138 polies, dus waar je niets moet voor doen, die gratis naar je en die dat anders niet ging had hebben natuurlijk. Anders niet ging had hebben, en waarin dat je dan kunt een upsell doen. Zeker en vast. Er wordt hier gevraagd, wat is de kwaliteit van de leads, shoppers, slechte betalers? Ik zal het u laten beantwoorden. Ja, dat is te zien. Ja. We hebben campagnes via klantenaanbrengers. Daar is de slaagpercentage heel hoog. Via voordelenplatform in algemeen, Vita, is het lager. Via Pluspas is het met ons een affinity. Ja. Voor overheidspersoneel is dat heel hoog. Via onze website. Is en dan dat is dat ook goede kwaliteit van lead. Onze website ook. Ja, wij gebruiken het op onze website. Dus het is vooral ook naamsbekendheid. En het feit is, een lead die binnenkomt, daar heb je geen 10 minuten werk aan. Hè. Het is ingevuld door de klant. Je genereert het. En je stuurt het uit vanuit die groep. Want dat is vaak het probleem, hè, waar we vroeger bijvoorbeeld andere lead-aanbrengers zagen. Oké, als je slechte leads binnenkrijgt, slechte leads, bijvoorbeeld prijsshoppers, om maar iets te zeggen, en jullie kantoor zegt specifiek, daar zijn we eigenlijk niet naar op zoek, of die willen we liever niet in onze portefeuille. Ja, dat is perfect mogelijk. Wat was vroeger het probleem? Ja, heel vaak moesten we wel nog werk doen. Je moet met die klant afspreken, je moet die offertes gaan uitrekenen, om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, ja, dit is eigenlijk niet de klant die dat ik wil, of het zal hier niet gaan gebeuren. Ja, hier gebeurt het automatisch, met andere woorden, het kost je geen tijd. Het kost heel weinig tijd. Vroeger was het demotiverend. Hè. Vroeger durfde je het op de achterplan zetten. Nu, alle leads die binnenkomen, ze krijgen binnen de dag hun offerte. En het leuke eraan is, wij bezorgen zelf de offerte van de partner dat wij wensen. Op bijvoorbeeld op het voordeelplatform. Wij sturen het uit met e-peat, met de offerte, met algemene voorwaarden. En als de klant dan reactie heeft voor in te tekenen, hij kan het via zijn QR-code dat hij meekrijgt al tekenen, dan zijn er een interactie. Ja. Maar ik denk, een lead dat je binnenkrijgt, dat je per lead geen 5 minuten bezig bent, als je met het programma al kunt werken. Ja. Dat is ook hetgeen wat ik zei in het begin. Je moet er wel een beetje tijd in investeren. En dan die tijd dat je investeert, zul je wel heel snel terug. Klopt inderdaad. En zeker ook heel vaak zien wij naar de medewerkers bijvoorbeeld, is het ook belangrijk om dat daarin vast te gaan nemen. Daarom kijken wij natuurlijk ook op welke manier kunnen we nu Louise het best gaan inzetten. Of kunnen we onze assistenten het best gaan inzetten? Wel, we zien hier al het voorbeeldje van jullie, van Allcover bijvoorbeeld. En dit is de manier waarop jullie het doen op jullie website. En dan kom je op die manier op jullie Louise. Ik heb hier nog een aantal andere voorbeelden. Hè. Sommige websites, we zien hier bijvoorbeeld
Hiloware-verzekeringen. Die gebruiken Louise binnen de website eigenlijk, dus niet in een aparte link, wat dat perfect mogelijk is. We zien hier Assicura bijvoorbeeld, daar heet Louise Emma. Bij Hiloware was het trouwens Hanne. Het zijn toevallig heel erg veel vrouwen, behalve jullie James, waar ik straks op terugkom. Emma bij Assicura, waar we zien dat eigenlijk het moment dat je op de website komt, Emma u al aanspreekt en onmiddellijk begint te praten om zo'n adviesgesprek te gaan doorlopen. Of zelf websites, zoals hier bijvoorbeeld DVM Finance, waar we onmiddellijk een stevige pop-up, zal ik maar zeggen, krijgen, of direct het in het oog springt, dat we een gesprek met Louise kunnen gaan aangaan. Dus die websites is natuurlijk zeer sterk. Ik hoorde daarnet ook zeggen, de kwaliteit van de leads is daar vaak goed bij jullie website. Iemand die al op uw website gaat, is al iemand die u kent. Dat is al een minder grote shopper. Hè. Mm-hmm. Als je op een voordelenplatform staat, dan is het misschien een iets grotere shopper. En dan zie ik hier ook, Gunter, de vraag staan, is postcode bepalend? Mm-hmm. Een van de meest frappante dingen vorig jaar was dat we een klant, een lead uit Antwerpen binnenkregen. Voor al zijn verzekeringen, alles heel snel gegenereerd. Goeie offerte, die zat blijkbaar heel scherp. En is gewoon vanuit Antwerpen naar ons kantoor gereden met dat adres, voor te kijken of dat wel een effectief kantoor was, of dat we wel bestond. Ja. En hij was blij, hij vond het. Hij zegt, ja, we kunnen toch alles digitaal afsluiten. En hij was weer weg en de polissen zijn gerealiseerd. Okay. Het voordeel is, heel veel mensen hebben nu als makelaar maar nodig bij schade en willen eigenlijk u in de beheersfase zo weinig mogelijk zien. Ze willen dat de polis is afgerond. Zeker ook de jongere mensen. Ja. Zeker ook met COVID geweest. Ja. Als je nu zegt van ja, kijk, ik wil komen klant. Of je kunt met die onboarding en dergelijke meer, je kunt overlopen. Ja, uw bezoekfrequentie naar uw klant is verminderd. Hè. En de mensen die je digitaal, niet iedereen, niet elke particulier wil u s'avonds nog om 7 uur in zijn huis. Of, of dergelijke meer. En als je die aanbieding hebt, dan ligt uw succes Ietsje hoger. Zeker bij particulieren, bij ondernemingen ligt dat een stukje anders. Hè. Onze adviesgesprekken die we nu aan het ontwikkelen zijn achter de schermen, hè, wat ik daarnet al even had verraden, voor ondernemingen, die zullen er natuurlijk iets anders uitzien. Maar ook daar, heel wat van onze kantoren, die hebben wel een focus op bijvoorbeeld ondernemingen, maar ook daar rollen natuurlijk particuliere leads uit. Hè. Ik denk maar aan medewerkers of zaakvoerders van die ondernemingen. Dus opnieuw, ook voor hen is dat vaak van toepassing. We hebben net gesproken over de website, maar ook digitale communicatiekanalen zijn interessant om Louise te gaan inzetten. Ik krijg bijvoorbeeld, zoals ik daarnet al zei, de feedback van makelaars die zeggen, ja, mijn klant die stuurt mij wel al een keer op WhatsApp of die stuurt mij al een keer een sms. En vroeger moest ik dan lange berichten terugtypen of moest ik zeggen, oh, stuur mij een fotootje van dit of van dat door. Vandaag is eigenlijk het één wat moet gebeuren. Geen enkel probleem, beste klant. Hier is een linkje naar Louise en voilà, u kunt... Ja, uw plan trekken is misschien niet het woord die je wil gebruiken bij uw klant. Maar, je kunt uw digitale onboarding doen. Hè. Voilà. En dan de klant die dat al niet wil doen of niet kan doen, dan kun je dus soms ook al een keer de vraag stellen, is dat wel het type klant dat ik wens? Ja. Als een klant al gewoon voor zijn eigen risico bepaalde vragen niet wil beantwoorden, dan kun je ook de vraag stellen, hoe gaat onze toekomstige samenwerking zijn? Zeker. Zeker bij jonge mensen. Hè. Ik zie uiteraard, en ik merk dat ook bij kantoren, er is zeker een groep aan klanten die hier niet mee om kan natuurlijk. Hè. Dat snap ik als er een oudere cliënteel is. Alleen, elk kantoor die vandaag inzet op groei, ja, die zal onvermijdelijk ook jongere klanten hebben. Anders zal dat kantoor vroeg of laat met een uitdaging komen te zitten. En met andere woorden, zeker voor een segment binnen het kantoor. En ik denk dat dan de makelaar of de medewerker is om ook te beslissen, is dit een klant die daarvoor in aanmerking komt? Hij stuurt sowieso altijd uit. Maar we zelfs gemerkt hebben dat de oudere generatie, het zijn simpele vragen. Hè. Het is om een link doen of het is een QR-code scan. Ja. En het zijn geen wereldschokkende vragen. Hij zou het ook verschieten. De oudere generatie heeft een inhaalbeweging gedaan. Mm-hmm. En dan durf ik zeggen, vanaf 70 plus, ja, is dat teruggevallen. Ja, maar inderdaad, ik denk dat je zegt, misschien moeten we daar inderdaad niet te veel geen vooroordelen over hebben en die ruimte ook wel laten. Want jullie zien daar positieve resultaten mee, ook bij oudere generaties bijvoorbeeld. Ja, wij verschieten vanaf hoe dat zelfs ouderen, zelfs 70 plus, hoe dat ze soms met een computer begaan zijn. Ja. Oké, 70 plus hebben niet hetzelfde percentage als bij 30-jarigen, maar wij,
wij proberen het uniform bij elke klant te doen, omdat het ook een manier van werken is binnen uw kantoor. Ja, well, we hebben ook, daarnet hebben we dat ook een stukje gezien, er wordt heel veel ingezet op dingen aanklikken in plaats van typen. Dat bespaart ook tijd bijvoorbeeld, als er minder moet getypt worden. Hetzelfde als dit gesprek samen met de klant gebruikt wordt. Ja, je wil natuurlijk als commercieel medewerker niet vervallen als in... Het mag niet voelen alsof je een bankmedewerker bent, die rap in de computer, met alle respect voor bankmedewerkers uiteraard, maar die rap in de computer wat gegevens in typen. Nee, we willen die persoonlijke band, met andere woorden, op de tablet of met de muis is het vrij simpel. Je klikt terwijl je aan het spreken bent eigenlijk, en dat is iets wat we vaak meenemen. Nu, naast die digitaal, en daar is jullie verhaal denk ik zeer interessant, Pieter-Jan, zijn die klantenaanbrengers natuurlijk, het samenwerken met klantenaanbrengers. We zien bijvoorbeeld heel wat makelaars die zijn, ik heb een samenwerking met een lokale autogarage, met een lokale vastgoedmakelaar, met een lokale fietsenhandel bijvoorbeeld. En ik wil eigenlijk heel graag dat daar de klanten direct bij ons kunnen terechtkomen. Wel, heel wat makelaars die zetten eigenlijk hun Louise op de website van die derde partij, of een linkje aan die derde partij, en zo kunnen de leads ook binnenkomen, of kunnen zelf al bepaalde offertes worden berekend. En jullie hebben daar zelf een zeer goed voorbeeldje van, Pieter-Jan. Ik heb het hier even meegenomen, want jullie hebben daar zelf een domeinnaam voor, verzekeruwauto.be. En hier zijn we bij James. Ja, dat is James. Dus dat is een autohandelaar die samenwerkt met kantoor Assur West. Mm-hmm. En die leads doorstuurt. Maar natuurlijk, ja, eerst en vooral leads genereren, dat is heel leuk, maar het moet wettelijk zijn. Mm-hmm. En de NFZMA is daar heel strikt in. Mm-hmm. En dat wil eigenlijk zeggen dat een klantaanbrenger mag geen verzekeringshandelingen stellen. Hij mag zelfs geen verzekeringskaart overhandigen. Hij mag geen gepersonaliseerde offerte. Hij mag gewoon zeggen van ja, kijk, daar krijg je een goede service of daar krijg je een extra korting. En dan is dat heel simpel. Dan kun je zoveel campagnes maken als dat gewenst. Kun je dat met domeinnaam doen, zoals aan. Of kun je dat ook met een QR-code doen, dat er een affiche uitstaat bij een klantaanbrenger. Vraag hier uw offerte. En dan krijgen we dat binnen, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, klantenaanbrenger Arvid. En dan weten wij bijvoorbeeld dat via die garage komt, of via die motogarage, of via die bepaalde persoon. Om eventueel een vergoeding dan te voorzien voor die klantenaanbrenger. We voorzien daar zeker en vaste vergoedingen, want dat is een win-win. Ja. Dat mag maximaal de eenmalige commissie zijn. Mm-hmm. Wij hebben daar zelf wij investeren daar een deel van de Surcom in. Mm-hmm. En onze topper heeft er vorig jaar... Ja, zoveel gedaan, zoals ik daar straks zei, 137 of 130 ben er nu mij vanaf. Dat zijn polisjes waar dat je eigenlijk niets moet voor doen. Het zijn eigenlijk al mensen die willen kopen. Ja, En wat is de extra service dat wij bieden? Dat zijn garages die op de weg liggen. Dan maken wij dat tegen dat de klant zijn auto gaat gaan afhalen, dat er een mapje ligt met de verzekeringskaart in, met een naredingsformulier, met een crashticker. Ja. Dat zijn allemaal kleine dingen. Dat is het enige wat je er moet voor doen. Dan heb je een klant binnen. Dan is de klant worden voor de auto. En dan hebben wij klanten die totaal klant worden. Die dan ook, wij zijn ook kredietmakelaar die zelfs uiteindelijk een hypothecaire lening via ons neemt. Ja, ja. Want je spreekt nu over auto's, maar jullie werken bijvoorbeeld ook. Hè. We zien hier Pluspas en Equivita. Dat zijn voordelenplatformen waar jullie ook mee werken. Waar jullie campagnes van die groep ook uitstaan. Pluspas is bijvoorbeeld, onder Assur West zijn we heel goed gekend voor een affinity van overheidspersoneel. Mm-hmm. Daar hebben wij onze eigen affinity, maar zelfs onze extra volmachtkortingen in, die geprogrammeerd staan. En dan in Edenrits, onder Equivita, is dat een voordeelplatform. Daar staan nog makelaars op, dan moeten bepaalde kortingen hanteren of een actie hebben voor hun leden. Ja. En het is toch daar dat wij dagelijks een stuk of twee, drie aanvragen binnenkrijgen. Mm-hmm. Ik geef recht toe dat daar het slagpercentage niet zo hoog is zoals bij Pluspas of andere klantenaanbrengers. Maar de klant heeft het ingevuld, creëert naamsbekendheid. Niet geschoten is altijd mis. Tuurlijk. En het komt binnen. Het is zeker niet demotiverend, aangezien van je kunt je offertes, heb er geen 5 minuten werk aan, want het wordt automatisch gegenereerd. Dat is ook de reden waarom dat wij bijvoorbeeld niet onze offertes openstaan voor een klant. Want als een klant zijn info mooi invult en hij kiest zelf de offertes, dan gaat hij zien eigenlijk dat onze pre-contractuele fase, gaat hij denken van, oei, die man, dat gaat tussen. Tuurlijk. Zou hij denken dat we niet veel werk hebben. Ja. En wij sluiten af en wij zeggen, we gaan dat nu nog eventjes voorbereiden. Uiteraard. Dat is ook een deel van het verkoopsverhaal. Ja, sowieso, als jullie meer willen weten over klanten, aanbrengers en dergelijke meer, surf zeker even naar www.wegroup.be en daar zullen jullie in de navigatiebalk InsureBlock zien. Dat is ons
contentplatform of ons informatieplatform waar jullie artikels, video's, interviews vinden met verschillende makelaars die onder andere ook Pieter Jan hun ervaringen daarmee delen, maar ook bijvoorbeeld tips en tricks van onze experten in huis over hoe je het best met klantenaanbrengers werkt, welke klantenaanbrengers dat zouden kunnen zijn, hoe je dat legaal en FSMA correct gaat opzetten, hoe die vergoedingen er kunnen uitzien, enzovoort enzoverder. Affinities is nog een voorbeeldje en ik zie dat we een klein beetje over de tijd gaan, mijn excuses daarvoor, maar daar ga ik snel. Dit is een voorbeeldje van een andere makelaar, een andere verzekeringsmakelaar, die een samenwerking heeft voor de medewerkers van De Lijn, waar uiteraard ook opnieuw Louise naar al die medewerkers wordt gebruikt om zo die affinity leads eigenlijk binnen te gaan krijgen. En last but not least, sponsorships en offline campagnes. En dat vind ik een zeer leuke. Waarom? Jullie zijn, en excuses als ik nu iets zeg wat niet waar is, maar voor zover ik weet, een van de enige makelaars die ik al ben tegengekomen, die all-cover kousen heeft en all-cover ontbijtmanden. En daar staan, als ik het goed heb, QR-codes in, of zo werken jullie, om dan eigenlijk die QR-code te kunnen scannen. Ja. Om op jullie Louise-campagnes te komen. Dat komt bijvoorbeeld bij de all-covers ook, dat komt op onze website. En dan kun je een offerte aanvragen, dan doorloopt het adviesgesprek. Bijvoorbeeld de ontbijtbox, dat is gesponsord voor de lokale verenigingen. En dan zeggen wij van, kijk, iedere polis die nog binnenkomt, of ieder klant die binnenkomt, dat doneren we nog een keer zoveel extra aan de vereniging. Maar dan moet je dat weer kunnen meten. Mm-hmm. Dan staat dat met een mooie begeleidende sticker op de doos. Dus dat zijn dingen dat wij proberen en die actief werken, die zoeken is wel een succes vooral. Okay. Er zijn nog makelaars die zoeken hem, maar wij gebruiken er een commercieel tintje aan. Ja, nee, zeker interessant. Ik vind dat zeer leuke ideeën om te gaan kijken. Hè, op welke manier kunnen we die portefeuille groei eigenlijk snel en ook vrij goedkoop in marketingcampagnes, zeg maar, gaan stimuleren en eigenlijk onze Louise-campagnes daar voor ons laten werken. Bijvoorbeeld ook op visitekaartje. Ja. We geven allemaal visitekaartjes uit. Waarom heeft dat het in de hoop voor een offerte aanvraag? Mm-hmm. Maar als er op je visitekaartje al een QR-code staat, klopt. Is een drempel voor de klant alweer minder vel. Hè? Klopt, hij, klopt. Hij doet het, hij scan het in en hij vult het in. Ja. Het is zodanig laagdrempelig dat de klant het doet. Hè? Ja, zeker en vast, dat klopt. En daarmee komen we ook bij het einde van ons verhaal. En is het tijd om de praktijk, of liever wat Pieter Jan ons hier vertelt, ook even in de praktijk te gaan gebruiken. De QR-code die jullie hier op het scherm zien, die kunnen jullie nu gebruiken om eigenlijk in de Louise-demo-omgeving terecht te komen. En daar komen jullie in een kleine trial conversation flow, zoals wij het heten, waar jullie een aantal vragen kunnen beantwoorden om dan uiteindelijk Louise 30 dagen gratis te gaan proberen. 30 dagen gratis. Louise, zoals ik zei, jullie komen op deze flow terecht, hè, waar de naam van jullie kantoor uiteraard zal gevraagd worden, waar jullie zelf ook de doelstellingen kunnen meegeven, wat jullie het liefst van al met Louise zullen of willen gaan bereiken, hè, welk soort optimalisatie voor jullie kantoor. En op basis daarvan krijgen jullie een gepersonaliseerde demo-omgeving die eigenlijk inspeelt op de behoeften die jullie hebben meegegeven. De QR-code, je kan ook surfen naar www.trial.wegroup.be of gewoon naar www.wegroup.be en bovenaan de gratis of de probeer gratis knop gaan gebruiken. Maar ik toon hem hier nog even onze QR-code. En daarmee geef ik ook heel graag nog even een klein cadeautje mee aan de nieuwe potentiële gebruikers van Louise. Als jullie overtuigd zijn van die 30 dagen gratis, dan kunnen jullie dankzij de kortingscode Digitaal Advies, die jullie hier zien staan, de eerste maand van jullie licentie op onze kosten krijgen. Dus wij trakteren jullie de eerste maand licentie als jullie overtuigd zijn na het gratis gebruik van de Louise demo-omgeving. Voilà. En daarmee sluit ik heel graag deze webinar af. Pieter Jan, hartelijk bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn en uw verhaal te brengen. Graag gedaan, dank u voor de invitatie. Heel graag gedaan. Jullie ook bedankt uiteraard om te gaan kijken naar deze webinar. Zoals ik zei, jullie krijgen zeker ook nog de recording opgestuurd om deze volledige webinar te gaan herbekijken. Hebben jullie nog vragen? Aarzel dan zeker niet om een e-mailtje te gaan sturen naar hello@wegroup.be om ons te contacteren via onze website of uiteraard via Louise in de demo-omgeving waar jullie vragen kunnen stellen. En dan bedank ik jullie zeer hartelijk voor jullie tijd en aandacht vandaag en zie jullie graag binnenkort terug.
Dank u wel, tot snel.